Maak een sprongetje, één naar achter. Twee naar voren, slaat steeds eentje over. Ik denk dat het bijzondere van is dat Bekwik gewoon een club is die ontzettend ambitieus is. En daarmee ook de jeugdopleiding. En ik denk dat er ook een stel trainers bij rondlopen die ook gewoon ontzettend ambitieus zijn. En heel veel energie stoppen in het ontwikkelen van de individuele speler. Ik denk dat het zelfsturende gedeelte wel een kwaliteit van Bekwik is. Dus dat wij spelers hebben gecreëerd die voor zichzelf weten waar ze beter in willen worden. En daar ook elke training mee aan de slag zijn. En dat is wat we graag willen. Een voorbeeld van een ontwikkelpunt is bijvoorbeeld een speler die continu positie kiest en vrijloopt naar de bal toe. Terwijl we graag spelers willen creëren die ook kunnen vrijlopen in een ruimte zodat ze naar voren kunnen spelen. Dus dat is vaak met het gezicht naar het doel van de tegenstander. Dat betekent dus dat je niet altijd met het gezicht naar de bal bent, maar ook naar het doel van de tegenstander en de rest van het veld. Dus dat zou een ontwikkelpunt kunnen zijn van een speler. Nou, ik vind het moeilijk om in te schatten wie dan die Rinus Michels prijs gaat winnen, omdat ik niet de andere clubs ken, omdat ik niet rondloop daar. Het enige wat ik weet is dat we bij Bekwik gewoon goede dingen doen en dat we proberen steeds beter te worden. En dat we ook steeds nieuwe dingen zien om beter te worden en dat is waar het ons om gaat.